Straks op 1. In Den Haag blijft het onrustig. Ook vandaag weer. Inwoners van de stad willen harde maatregelen. Kermisexploitanten zijn woest. Ze mogen voorlopig niet meer in West- en Midden-Brabant staan. Donald Trump lijkt meer op zijn voorgangers dan we denken. Wat leverde 4 jaar presidentschap op? Amerikanist Koen Petersen weet er alles van. En de Brabantse vakantiewoningkoning Peter Gillis en zijn familie krijgen hun eigen docu-soap. Massa is kassa. Kijk, als je 10 frikandellen verkoopt, is het niks. Maar als je 400.000 verkoopt, is dat gewoon geld. Massa. Massa is kassa. Ja, naar de ster. Op 1. Goedenavond, Cafies Partyman van CDA Den Haag. Pim Markering van Den Haag FM en nachtburgemeester Pat Smit over de rellen in hun stad. Kermisexploitanten Maurice Janvier en Ida Oosteneng zijn furieus. Net een paar weken open en nu kunnen ze in Brabant alweer sluiten. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen neemt het voor hun op. Koen Petersen vergeleek Donald Trump met andere presidenten en kwam opvallend veel overeenkomsten tegen. En Peter Gillis, ondernemer uit Brabant, wil met zijn docu-soap de Meilandjes achterna. Het is 11:45. Welkom op 1. Dit zijn onze gasten. We beginnen met onrust in de Hofstad. Een demonstratie tegen de coronamaatregelen liep uit op een confrontatie met de politie. Tientallen sympathisanten van actiegroep Viruswaarheid demonstreerden rond het plein. Volgens de politie gedroegen sommige demonstranten zich provocerend en agressief. En ook werd een aantal agenten ingesloten. En daarbij vielen rakenklappen. Er zijn meerdere mensen gearresteerd. Een aantal betogers is nog in de stad, maar het lijkt nu rustig. En het Tweede Kamergebouw werd uit voorzorg afgesloten. Ja, het zijn heftige beelden, meneer Aartsen. Ja, voor mij ben je echt niet goed bij je hoofd als je zo tekeer gaat. Ik bedoel, dit zijn politieagenten die er lopen voor onze veiligheid. Die moeten vanavond ook gewoon terug naar hun vrouw en kinderen waarschijnlijk. Ik weet niet welke afslag je gemist hebt als je zo tekeer gaat. Sorry. Pet, jij zei in het voorgesprek met onze redacteur over de Hagenezen en de Hagenaren. We zijn een beetje moe van al die demonstraties. Ze komen allemaal naar onze stad. Is dat ook hoe dit te verklaren is? Nou ja, nee. Dit is gewoon één van de demonstraties die er plaatsvindt in Den Haag. En er is er elke dag één. En dat is voor de Hagenaar en Hagenees niet per definitie wenselijk natuurlijk. Weet je. Dit is al een tijd waarin heel veel gezinnen onder spanning staan. En als je dan elke keer dit soort beelden op je netvlies krijgt... van mensen die hun onvrede uiten op een hele nare manier... dan kan ik me voorstellen dat de onrust groeit in zo'n stad. Want het haalt alleen maar onrust binnen. En ik denk dat op een gegeven moment een beetje... Ik wil niemand verbieden om te demonstreren, weet je, want dat is een grondrecht. Maar tegelijkertijd, weet je, doe het een beetje netter, ja. Alsjeblieft. Is dit ook zijn dit de verhalen ook die u hoort, dat ze er een beetje klaar mee zijn? Jazeker. Dit willen we niet in onze stad hebben. Geen enkele bewoner van Den Haag kan dit goedkeuren. Dus het is echt gewoon, het gaat buiten alle fatsoensnormen om. Ja, en het kan nog erger, want uw collega Kamerlid Pieter Omtzigt, die kreeg ook met de demonstranten te maken. Satanisten, diep state. Dat is onnormaal. Waarom laat je eigenlijk dat aandoen? Waarom laat je eigenlijk dat aandoen? Je zou ook bijna vergeten dat we in de coronatijd zitten als je dit zo ziet. Qua afstand en niet afstand houden en aanraken en intimidatie. Ja, het gaat sowieso iedere grens over natuurlijk. Maar inderdaad, als je zo iemand voor je hebt. Pieter heeft hier vandaag gewoon heel hard gewerkt. Hè? Een debat gehad over de toeslagenaffaire. Dus, en nu komt hij naar buiten en dan word je zo belaagd bijna. En wat ik ook wel gevaarlijk vind, dit zijn ook wel... We zijn natuurlijk gewend, hè, demonstraties. En natuurlijk, dat hoort erbij als politicus. Hè, daar moet je ook vaak gewoon netjes te woord staan. Maar dit zijn natuurlijk wel mensen die echt met allerlei theorieën... complottheorieën, 5G, antivax, dat viruswaanzin. Ja, dat zijn wel hele bijzondere figuren, laat ik het maar met een understatement zeggen. En dat maakt het wel minder prettig. Krijg je het gevoel dat ze ook misschien wel bereid zijn tot geweld? Nou ja, echt enge dingen. Ja, dat is natuurlijk, dat kun je natuurlijk moeilijk inschatten. Maar hè, als je die beelden ook vandaag ziet... De gekte is wel zo in your face. Ja, dit is al... Als ik eerlijk ben, dit is toch eigenlijk al geweld? Als ja, dit is al geweld, ja. Als je probeert af te pakken, dan moet je dat ten eerste goed doen. En niet zo. Nou ja, het bedreigen van politici is natuurlijk weer een volgende stap. Ik snap hier echt niks van. Echt niet. Ik kan er mijn hoofd niet bij. Ja. Echt, je vraagt je af waar is het respect als je zo tegen een politieman tekeer durft te gaan... die daar zijn werk staat te doen. Ze staan ook nog eens in de minderheid. Ze staan met z'n drieën.
dat je zo uitdagend naar zo'n man toe gaat. Dat is gewoon te gek voor woorden. En dat zien we steeds meer, dat zien we eigenlijk overal in het land. En ja, ik snap niet dat je dat durft überhaupt. En het is ook niet de eerste keer. Ik bedoel, deze demonstratie is al voor de zoveelste keer in Den Haag. En het is elke keer weer dat die politieagenten worden aangesproken op dingen. En ze kunnen niets terugzetten. Zeggen, de politie is niet degene die de besluiten hierover neemt. Zij moeten uitvoeren. Ze staan daar ook niet voor hun lol. Dat er hier geen begrip voor is, dat gaat mijn verstand echt te boven. Ja. Ondertussen is er ook nog van alles anders aan de hand in Den Haag. Want vandaag was de Haagse gemeenteraad midden in haar vakantie bijeen voor een spoeddebat over de onrust in Scheveningen en over de rellen in de Schilder. Eerder deze maand. Vlak voor een winkel van ons werd er iemand doodgestoken. En dat betreuren wij. Niet alleen de leefbaarheid is aangedaan, maar het imago van Scheveningen als veilige badplaats waar het goed vertoeven is, is weg. Je kunt je vrijheid en je liefde voor Scheveningen maar op één manier waarborgen. En dat is door je verantwoordelijkheid te nemen en op te staan tegen de partijen die onze en jullie mooie plek kapot aan het maken zijn. Kom uit jullie bubbel. Het is tijd. Ik heb 2 dochters van 13 en 15. Die durven 's avonds niet eens naar de boulevard. Dat is van de zotte. Ja, meneer Partiman, even voor duidelijkheid. Het ging net natuurlijk over demonstraties van mensen die eigenlijk uit het hele land hier naar jullie stad komen om te demonstreren over coronabeleid. Dit gaat eigenlijk over echt Haagse aangelegenheden. Er was veel woede, veel emotie in dat debat. Is dat terecht? Begrijpt u dat? Ja, dit is ook al een probleem dat zich al een tijdje voordoet op Scheveningen. Natuurlijk, die druppel is overgelopen op die extreem drukke dag die we vorige week hebben gehad. Ja. Maar het zijn dingen die allang etteren onder het oppervlak. Overlast op de boulevard, vrouwen die lastig worden gevallen, overlast met veel te hard rijdende auto's door woonwijken. Dat is er al een tijdje. En we proberen echt van alles en nog wat daar. Er zijn zoveel maatregelen getroffen. Maar blijkbaar blijkt het toch niet de oplossing te bieden die we eigenlijk willen daar op Scheveningen. Ja. Scheveningen is 1, maar de Schilderswijk is 2. Hè? Dus wat is er dan met Den Haag aan de hand? Waarom komt het daar tot zo'n uitbarsting elke keer? Nou ja, natuurlijk moeten we de dingen ook van elkaar kunnen scheiden. Hè? Scheveningen heeft te maken met overlast, met name in de zomermaanden. Ja. Dat van Schilderswijk, dat is tot uitbarsting gekomen. Hoe dat tot uitbarsting is gekomen, weet niemand. Zelfs de mensen daar in de wijk niet. Door de maar dat is wel. Ja. Ja, maar dat is een traditie die al tientallen jaren er is, toch? Ja, traditie. Maar je hebt meerdere tradities en die zijn niet allemaal goed. Ja, maar er zijn nogal wat gewelddadige tradities in Den Haag. Hè? Je hebt die vuren met oud en nieuw. Je hebt dus blijkbaar brandkranen openzetten. Nou ja, daar begon het mee. Vervolgens is het uit de hand gelopen met eieren gooien naar agenten, met stenen gooien. Ja. En zo is het totaal uit de hand gelopen dat zelfs de politie de wijk uit moest vluchten. Ja, ik heb die beelden gezien. Ik schrok daar heel erg van. Ja. En als je dan ook net die politie ziet, als je op Scheveningen ziet, de politie heeft de situatie niet in de hand. We weten dat er landelijk te veel bezuinigd is. Ja. Maar dit kan je toch niet laten gebeuren. Dat kan niet. Ja, wat je ook veel ziet, weet je, is dat het is natuurlijk een relatief kleine groep die dit aanricht. Maar het staat wel, de hele wijk staat daar wel door op te kijken. En dat is zonde, weet je, want natuurlijk, het is best om de rotte appels eruit te halen, zodat iedereen gewoon verder kan met zijn leven. Ja. En dat is op Scheveningen precies ook het ding. Scheveningen, het is de toegangswegen naar Scheveningen. Je staat, als je op een zomerse dag naar Scheveningen wil, sta je gewoon 3 uur vast. Ja. Het is hetzelfde, ik zeg om maar eventjes in Haagse termen te praten. Als je dikke stront door een dunne trechter duwt, krijg je rotzooi. Ja. En dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. Als je 3 uur lang in je auto zit en jij moet naar Scheveningen om daar op het strand te zitten, en je komt er helemaal oververhit aan, dan is er nog maar weinig nodig om je te ontbranden. Ik denk dat het met dit hier ligt ook weer een sociaal-maatschappelijk probleem aan ten grondslag. Laten we nog even kijken naar een compilatie van de rellen van de afgelopen tijd. Ja, dit zijn rellen van afgelopen tijd. Even weer terug naar het debat. U heeft gesproken over onorthodoxe maatregelen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, we zijn al jarenlang bezig om jonge mensen op allerlei manieren op het rechte pad te krijgen. Ja. En veel van die manieren waarop we werken zijn heel erg succesvol. Dat moeten we ook gewoon door blijven zetten. Maar als ik ben 2 dagen geleden in de wijk geweest. Ik heb gesproken met een paar mensen daar die echt gewoon bezig zijn met het goede werk daar in die wijk. Ja. En die geven ook aan dat het probleem vaak achter de voordeur ligt. Ja. Nou,
Daar ligt het dan. Hoe kunnen ouders, we de ouders, de ouders daar, ja. Hoe kunnen we die bereiken? Probleemjongeren, moeilijk opvoedbare jongeren. Nou, die moeten we gaan identificeren. Maar dat kan je niet zo makkelijk. Dus ik pleit voor een tweesporenbeleid. Aan de ene kant heel erg investeren in dat jongerenwerk. Ja. Proberen achter die voordeur te komen. Dat is niet nieuw. U zegt onorthodox. Wat is er dan onorthodox? Dat is die keerzijde. De eerste is die oude methode. En dan gaan we nu kijken, want dat hebben we nooit gehad. Er is nooit een stok achter de deur geweest. Om te zeggen, als jij niet wil gaan luisteren nu, als jullie niet willen gaan werken aan jullie kinderen. Ja. Nou, dan gaan we kijken hoe we daar anders mee omgaan. Ja. Eén manier is, voel het in je zak. We moeten daar gaan kijken. Boetes gaan uitdelen aan ouders en ze aansprakelijk stellen. Waarom helpt het om ouders te beboeten die waarschijnlijk al niet veel geld hebben? Want het zijn natuurlijk allemaal geen rijke kindertjes die dat doen. Waarom helpt dat? Wat je ook niet weet natuurlijk. Nou ja, dat is een veilige gok, denk ik. Waarom helpt het om ouders te raken in hun portemonnee? Laat me vooropstellen dat niet het doel is. Hè? Het is een pressiemiddel. Het is een stok achter de deur. Het doel is dat je gaat en je gaat meedoen met al die programma's die wij aanbieden om die jongeren op het rechte pad te houden. Ja. En als je dat niet wil doen, dan moeten we dan iets hebben waar je wel door getriggerd kan worden om dat pad te Maar denkt u dat het helpt? Dat was de vraag. Helpt het om ouders financieel straf gaan die kinderen dan opeens denken van, oh ja, dan ga ik me toch wel gedragen? Die kinderen niet, maar als de burgemeester een noodbevel afvaardigt. Ja. En er zijn al 2 dagen rellen in je wijk. En als vader of moeder stuur je toch je 12 of 13-jarige zoon de straat op. Ja, dan is er wat mis met die opvoeding. En dan moet er daar wat gaan gebeuren. Nou, je zegt het terecht, hè? Want volgens mij is het probleem bij de ouders. Hè? Mijn schoonmoeder zegt altijd, dit zijn mensen die hebben voeding gekregen, maar geen opvoeding gekregen. En volgens mij is het daar de kern van het probleem. En moet je er zorgen dat je de mensen die het niet willen, dan moet je proberen te straffen. En ouders die ook echt gewoon radeloos zijn en zeggen, jongens, hoe doe ik dit? Ja, die gewoon bij de hand pakken en zeggen, come on, we gaan ervoor zorgen dat je... Want het zijn vaak kinderen van 12, 13, 14, 15, weet je wel. In Den Haag komt er ook nog wel een ander probleem bij kijken. Dat is namelijk, meneer vertegenwoordigt CDA, u vertegenwoordigt VVD. Prachtige partijen allemaal. Allemaal goede doelstellingen. Maar het moet ergens een keer samenkomen. En wat er gebeurt in de Haagse Raad, dat is eigenlijk sinds vorig jaar oktober, is dat echt een pestbende. Mm. En dan druk ik het nog zacht uit. En de afgelopen termijn, van de afgelopen 4 jaar, is er van alle ideeën en plannen, is er weinig uitgevoerd. Meneer zegt hier nu van, we hebben allemaal oplossingen. Mm. Maar als de oplossingen niet door een meerderheid worden bestempeld... Je bedoelt dan eigenlijk dat de flanken daar heel luidruchtig zijn? Hè? Dat het een vrij... Nou, het is heel populistisch. Extreem... Het is grotendeels populistisch geschreeuw. Ja. En iedereen vindt... Daar trek je natuurlijk kiezers mee, dus partijpolitiek. Ja. Maar ik vind het eigenlijk een keer tijd. En ik ben blij met onze nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, die ik denk dat het echt die problemen goed het hoofd kan bieden. Maar dat er een keer iemand opstaat en zegt van, ga eens een keer samenwerken. Ga echt met z'n allen aan de problemen werken en denk niet alleen in je eigen partij. Want als je dit hoort, denk je dan ook, is dit verbindend? Of is dit weer wijzen naar een groep en zeggen van, die nee, dit is waarschijnlijk aanpakken. Een compromis van dingen die besproken zijn in de raad. Ja. Waar hij, daar wil ik wel even op reageren. Want wat ik hier voorstel, is een beleid dat er al deels is. Ja. En een deels moet komen om dat bestaande beleid succesvol te gaan maken. Vandaag hebben we dat debat gehad. Ik heb dit voorstel ook neergelegd bij de burgemeester. Waar ik zeg, kijk naar mogelijkheden om te beboeten. Kijk naar mogelijkheden om bijvoorbeeld uitkeringen te korten, toeslagen te korten. Als pressiemiddel, niet als doel. De burgemeester heeft aangegeven van, ja, dit kunnen wij op dit moment niet. Wet en regelgeving is nou eenmaal zo. Nou ja, ik heb daar wel contact gemaakt met mijn partijgenoot die in de Tweede Kamer zit, Chris van Damme. Ik heb hem aan de telefoon gehad. Ik zeg, Chris, we zitten hiermee. Jij gaat over veiligheid. Of jij bent woordvoerder veiligheid van onze partij. Zie jij mogelijkheden? Hij zegt, ja, ik zie degelijk mogelijkheden. Waar het gemeentelijk niet kan, moeten we kijken of we landelijk kunnen gaan. En dan moet er gesproken worden. En daar ligt er ook een coalitie. Hè. We werken met de VVD in de Raad, maar de VVD en CDA. Die zijn ook gewoon law and order partijen die samenwerken in de Tweede Kamer. En daar kunnen we wel die verbinding met elkaar opzoeken. Want het gaat hier niet om populistisch geschreeuw. We moeten nou eens een keer een oplossing hebben. Ja, ik kan me wel enigszins vinden in wat Pet net zei. Je ziet ook vanmiddag in het spoeddebat weer dat er heel veel gekibbeld wordt onderling tussen de partijen. Hè? En dat is politiek, dat weten we allemaal. Maar daar is ook een keer een einde aan. En dat blijft maar doorgaan. En waar de mensen in Den Haag en op Scheveningen ook nu een keer behoefte aan hebben, is dat er iets gaat gebeuren. Politiek is veel praten, dat weten we, dat heb ik net gezegd. Maar er mag een keer iets gebeuren. Ja. En de oplossingen, tuurlijk is dat niet makkelijk. Ik zou ook niet zeggen dat dat makkelijk is. Ja. Ik heb geen oplossing hier voor dit probleem. In de Schilderswijk niet, op Scheveningen niet. Buiten dat... Kun je nog iets zeggen over wat het probleem is op Scheveningen? Want dat is jouw thuisterrein. Wat gebeurt daar precies voor de mensen die daar niet komen? Nou ja, je hoorde net meneer inspreken, dat was een ondernemer
Die zei van door de steekpartij komen er geen mensen meer naar mijn restaurant. Die heeft ook vandaag nog gezegd van ik stop met een investering in een nieuw pand waar ik zou gaan zitten. Omdat er dus gewoon veel mensen niet meer komen straks. Ja. Omdat de wegen zijn afgesloten vanwege de drukte. Het zijn twee problemen. Je hebt de drukte gehad, extreme drukte, in het weekend van 8 en 9 augustus. Dat kwam bovenop de overlast die er eigenlijk structureel is, al jaren. Maar die niet wordt aangepakt. Er is eind juni gezegd, we hebben een plan van aanpak. Er komt een paar BOA's bij, er komen een paar agenten bij. Maar de mensen op Scheveningen zijn erg teleurgesteld, want zien gewoon geen verandering. Nou, mensen zijn niet veilig. Natuurlijk heel raar, hè? Want je hebt natuurlijk, we zitten in een rare tijd. Het is de coronacrisis. Iedereen wordt geacht om een bepaalde afstand van elkaar te houden. En je komt op het strand van Scheveningen en daar was er zonder er waren gewoon heel veel mensen. Gewoon echt heel veel mensen. Ik ga geen nummer noemen. Maar wat er gebeurt, is dat er dan wordt er een nieuw verkeerscirculatieplan ingesteld. En dat verkeerscirculatieplan verplaatst het probleem continu. En dan is het daar weer een probleem, dan is het daar weer een probleem. Maar de echte oplossing is er niet, dat is infrastructuur. Nou ja, en volgens mij hebben jullie dan de hele tijd al wat de problemen zijn. Maar we hebben op de beelden gezien wat de problemen zijn. Maar een oplossing ligt er volgens mij dan nog steeds niet. Jullie komen met voorstellen, maar hoe wordt daar binnen in Den Haag op gereageerd bij de mensen zelf? Dat is wel echt ik ben het eens met jullie dat er daar echt problemen zijn. Maar het actieplan dat er ligt, en dat heeft ook niet echt een kans gehad. Het is 30 juni gepresenteerd. Het is in werking getreden en we hebben opeens een extreem druk weekend gehad. Eén druk weekend, maar het gaat ook om die andere dagen. Maar dat plan, laat het even tot wasdom komen. Ja. En er wordt nu al gezegd van jongens, er zijn fouten gemaakt. Dat is vandaag toegegeven door de burgemeester. En we gaan evalueren en we gaan kijken. Nee. Maar het is een proces dat tijd nodig heeft. Duidelijk. Tuurlijk, ik snap dat het veel te lang duurt. Maar we moeten gewoon door blijven gaan. Er wordt al zo lang over gepraat. En dat is het jammer dat er al zo lang over wordt gepraat. En er nog steeds, heb ik het over 10 jaar, hè? Ja. En een decennia. Waar gewoon nul oplossingen zijn geweest. De infrastructuur is niet aangepakt. Dus alleen maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is er alleen maar gegrijd. Sorry jongens, we moeten door. Eerst zien, dan geloven. Dat Zeker. Is een beetje de sfeer. Het gaat om structurele overlast. Dus die er al lange tijd is, intimidatie, bedreigingen. En dat gaat gewoon door. Ja. Daar lijkt eigenlijk geen aandacht voor te zijn. Ja. Werk aan de winkel. Werk aan de winkel. Ja, zeker. Ze waren net weer een paar weken aan het werk, maar voorlopig geen botsauto's of een spin in Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio heeft kermissen tot nader order verboden. De kermissen zouden zich niet genoeg aan de coronamaatregelen houden. Kermisexploitanten zijn vanzelfsprekend zwaar teleurgesteld. Want er zijn best veel kermissen bij waar geen enkele horeca bij is en een kermis gewoon makkelijk doorgang kan vinden. Ik heb dit jaar 3 kermissen gedaan. En die allemaal hartstikke goed verlopen zijn. Ik heb in Schijndel gestaan, hebben laten zien dat het kan. Ik heb in Zevenhagen gestaan, hebben laten zien dat het kan. Ik heb in Boekel gestaan. Allemaal op de 1,5 meter, allemaal netjes. Overal stickers, hesjes om. Het kan gewoon. Het hele jaar hangt al vast van teleurstellingen. Nu begonnen we net eigenlijk een beetje te draaien. En alles geregeld voor de kermissen die in september nog gepland stonden. Ja, helaas. Weer alles afgeblazen. Ik denk dat wij het beter doen als de plaatselijke supermarkt. Of de bouwmarkt. Ik bedoel, daar wordt die 1,5 meter niet op gelet, niks op gedaan. We hoorden hier net 3 kermissen gedraaid. Bij jullie, 2 kermisexploitanten, is het nog minder. Ida, je hebt 2 kermissen gedraaid in plaats van 25. Ik heb er nog niet 1 gedraaid. Ik heb uitzicht op 2 die ik mag draaien. Die nog wel gepland staan dus? Ja, de eerste is 2 september. Maar ik heb er nog niet 1 dit jaar mogen maken. Nee, Maurice, jij? Ik 1. Ja. Horen is net afgelopen. Ja. Niet zo ver vandaan. En dan krijgen jullie dit nieuws, dat ook de dingen die nu gepland stonden toch niet door konden gaan. Wat doet dat? De zoveelste teleurstelling. Eerst de teleurstelling in de landelijke overheid en nu in de lokale overheden. Premier Rutte heeft het duidelijk gezegd, kermissen mogen. Ja. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeesters om dat dan op te pakken. En die laten dan vaak al een steek vallen. En nou ook de veiligheidsregio die dan op een gegeven moment zegt, in dit geval Brabant, van joh, het gaat niet door. En wat het eigenlijk zo heel erg zeer doet is, en die meneer zegt het heel goed net in het introductiefilmpje, een collega van me, er is niks anders bij ons als in een gemiddelde bouwmarkt. We zijn ook nog buiten. Het aantal besmettingen buiten is aantoonbaar veel lager dan binnen. We zijn niks anders dan een pretpark, als een gemiddeld winkelcentrum, een stadcentrum. Ja. Alleen wij worden in onze ogen gestraft. We zijn een makkelijk middel of een makkelijk doelwit. Zit daar de pijn in die willekeur? Nou, dit is niet uit te leggen. Dit kun je niet uitleggen waarom het ene en waarom het ander niet mag. Kijk, er zijn gewoon branches die zijn op slot gezet. In 1 juli werd er gezegd dat het weer mocht.
Dan wordt het in één keer doorgeschoven naar de lokale politiek. Mm-hmm. En die zegt dan het mag niet. Dus de regering zegt dat wij mogen ondernemen. En de lokale politiek die ontneemt ons het ondernemen. Kijk, en wij hebben al kermissen gedraaid in Nederland. We hebben laten zien dat het inderdaad nu even vanwege de maatregelen anders moet. Inhekken met regulatie, met routeloping. De GGD heeft dat allemaal gepeild. Er is totaal geen besmetting, verhoging in besmetting geweest met die kermissen. Wij zijn ook de lokale ondernemers op dat moment. En de mensen die bij ons komen, dat is de lokale bevolking. Ze komen niet van ver of wat dan ook. Nee, dus het is een regionaal iets. Het zijn ook nog vaak familiebedrijven, de kermissen. Ja. Wat betekent dit voor jullie persoonlijk? Als persoon betekent het heel veel, hè, want ons voortbestaan wordt bedreigd. Het voortbestaan van de hele kermis? Van de kermisbranche. Als daar te veel mensen omvallen, dan houdt de kermis op te bestaan. Heel kort omschrijven, als een kapperszaak stopt, dan staat er weer iemand op, gaat naar de kapperschool. Ja. Probeert het vak te leren en begint een kapperszaak. Bij ons is unieke kennis. Die wordt overgegeven van generatie op generatie, vader op zoon, vader op dochter. Kennis van kermissen, hoe het bedrijf te runnen, wat ligt waar, hoe ziet een kermis eruit, wat zijn de betere plaatsen. Ja, er is geen boek voor, er is geen school voor. En wij voelen ons echt in ons voortbestaan bedreigd. We hebben ook al aangegeven in een heel vroeg stadium bij het kabinet van joh, is er een noodfonds voor ons? Hè? Wij zijn de eerste die stil kwamen te liggen. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. Onze cashflow begint normaal in maart, april. Ja, en er was het moet allemaal terugverdiend worden. Het gaat met pacht en jullie hebben uitgaven gedaan. Dus de situatie is penibel. Op het moment dat wij te horen kregen dat we weer mochten, hebben wij allemaal, iedereen persoonlijk heeft een inventarisatie gedaan. En die heeft de gemeentes opgebeld of ze dachten dat hun gemeente kermis zou gaan houden. Ja, dan krijg je toch te horen, ja, we zijn wel van mening om dat te gaan doen. Nou, dan ga je dus toch weer bepaalde kosten maken, want je moet toch ook bepaalde maatregelen treffen. En dan op het allerlaatste, een week van tevoren, wordt er ineens gezegd, ja, je mag toch niet meer. Nee. U bent volgend jaar wel welkom. Ja, nee, volgend jaar zijn wij er niet meer. Als dit zo doorgaat, zijn wij er gewoon echt niet meer. Nee. En wij zijn zo van belang. Men heeft het idee dat wij er dan niet toe doen. Maar wij zijn zeker wel van belang voor de inwoners van een dorp om verbinding te geven aan elkaar. Ja, daar zult u het alleen maar mee eens zijn. Want u juicht deze branche toe. Heeft er een warm hart voor. Maar het is natuurlijk niet uit te leggen dat de regering zegt, jullie mogen weer. En dat er dan lokaal toch dat het niet door kan gaan. Tenminste lijkt mij dat het ingewikkeld is om uit te leggen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je die verhalen hoort. En ik heb veel collega's van jullie ook gesproken. En dan doet je ondernemers hart alleen maar pijn. Hè? Dit zijn ondernemersfamilies die gewoon... Dat horen we net, maar hoe kan dat? Nou ja, kijk, ik begrijp best dat burgemeesters het spannend en eng vinden om inderdaad een kermis te organiseren. Helemaal als hun besmettingen oplopen. Maar goed, zo'n burgemeester zit natuurlijk ook om te zeggen, oké, jongens, wat kan er wel? En we hebben juist ook als een landelijke overheid gezegd, het kan. Het kan ook op een veilige manier, dat heeft het RIVM gezegd. Er zijn ook allerlei proefkermissen geweest in Tilburg, in Os, in Hoorn, in Friesland. Ja. Er is netjes onderzoek naar gedaan op GGD. Dus als je nou zegt van oké, de cijfers blijkt dat de kermissen een brandhaard zijn, dan snap ik dat je zegt, even voorzichtig. Ja. Maar uit de cijfers blijkt gewoon dat het niet zo is. En dan doet het wel heel erg pijn om te zien dat er gewoon bij in iedere gemeente wordt gezegd, hup, we doen het niet, met als klap op de vuurpijl. Dit is weer een van de issues waarin de rol van die veiligheidsregio's weer zo prominent aanwezig is. Hè? Dus die veiligheidsregio's die geen democratische verantwoording hoeven af te leggen, maar wel kunnen beslissen over de bedrijven van deze mensen. Heeft u geen moeite met het democratische tekort van dit soort besluiten? Want de veiligheidsregio's die kiezen wij niet. Die kunnen gewoon doen wat ze zin in hebben. Nou ja, kijk, vooropgesteld, ze hebben hele goede dingen gedaan. Helemaal in de tijden van de extreme crisis. Ze doen nu nog steeds goede dingen. En we hebben juist gezegd, laat nou juist lokaal het beleid bepalen. Laat lokaal maatwerken. Want ik weet, in Den Haag weten wij niet hoe je een kermis in Lommen moet organiseren of in Wagenberg. Dus dat moet juist lokaal worden georganiseerd. Alleen ik ga wel het kabinet aanspreken. Nou ja, dan zeg ik wel op mijn beurt, ja oké, laat ze het vooral zelf bepalen. Maar als ik dan vervolgens door heel het land zie dat er, niet op basis van feiten, maar op basis van onderbuik, een hele branche een algalamise gaat. Ja, dus u zegt het wordt gedaan op basis van onderbuik. Een beetje aan de veilige kant willen zitten. Ik heb met een wethouder aan tafel gezeten. En die wethouder zei gewoon van ja, ik voel uw problemen en ik voel de pijn bij u. Maar ik durf het toch eigenlijk niet door te laten gaan. Want ja, als blijkt dat er wel een verhoging is, dan moet het hele college opstappen.
Dus een beetje bang voor het eigen baantje. Ja, juist. En je praat dan over 20 gezinnen die dan op dat moment gewoon brodeloos gesteld worden. En op dat moment heb ik ook tegen hem gezegd, ik zeg, ja, maar u doet toch niets anders wat eigenlijk van u gevraagd wordt. De heer Rutte heeft aangegeven dat het met bepaalde maatregelen kan. Ja. U doet wat waar u goed in bent om naar die maatregelen te kijken. En als dan blijkt dat er straks misschien een verhoging is, is dat inderdaad heel vervelend. Maar dat risico lopen we nu allemaal. Hier in de studio kan ook morgen iemand zijn. Waar blijkt dat hij vandaag hier aanwezig was, die ziek was. En dat is in de supermarkt precies hetzelfde. Ja. Moeten wij dan van bloeien? Wij kunnen die kermissen gewoon openstellen. Wij kunnen dit. Ja. En we zijn buiten en we hebben het bewezen. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat het niet kan. Nee. Maar ze zetten hier gewoon dicht. Maar meneer Artsen, u moet toch als democraat moeite hebben met de willekeur. Hè? Dus de kermis is overigens niet de enige. Hè? Er zijn ook winkelstraten waar opeens mondkapjes verplicht zijn. De winkeliers daar zeggen, ja, mijn omzet is met 40% ingestort. Terwijl de straat verderop hoeft het niet. Hoe is dat uit te leggen? Waarom is dat eerlijk? Nou ja, nogmaals, soms is het nodig, hè, op een lokale plek. We hebben gewoon een aantal brandhaarden, ook in West-Brabant. Dus is het logisch dat je op dat moment zegt, nou, laat nou lokaal kijken wat er nodig is om dat in te dammen. Maar dan moet dat wel gebaseerd zijn op goede argumenten, op feiten en cijfers. En jullie hebben hele goede protocollen met hekken, met looproutes. Ja, zeker weten. Alles erop en aan. Maar je merkt dus dat lokale bestuurders, die natuurlijk ook niet gewend zijn aan een crisis van deze omvang, aan de veilige kant, wat zij denken, aan de veilige kant gaan zitten. Maar daarmee wel mensen duperen. Ik vind het trouwens wel erg stuitend, even naar de politiek toe. Er is besloten. De brancheorganisaties zijn niet in kennis gesteld. We hebben er twee in Nederland. Het is niet zo moeilijk om die mensen in te lichten. We zijn al maanden in overleg met verschillende instanties. Ook met de veiligheidsregio, ook met de heer Broels. Stuurgroepen, op wat voor manier dan ook contact te leggen. Wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En dan komt zo'n besluit, wat nu is gevallen, komt echt uit de lucht vallen. Ja. En dat komt echt zo koud op ons dak. En wij blijven nog rustig, hè, want je ziet wel heel veel ongeregeldheden, ook bijvoorbeeld in Den Haag. Ja. Wij zijn zo netjes geweest om het eenmaal kenbaar te maken. We hebben ook die stad aangedaan, omdat daar nou eenmaal onze landelijke politiek zit. Maar goed, de wanhoop is nabij. Het is niet meer uit te leggen. Vandaag is er weer een kermis afgezet. Dat praten we over Wiegen. Daar hebben ze een heel goed protocol neergelegd. Het is op een trein waar het goed te reguleren is. Nee, wij gaan dit jaar geen kermis houden. Maar wat schetst onze verbazing? De horeca gaat dan wel met grote affiches aangeven dat de kermisfeest is. Dus de horeca mag mensen trekken en onze naam misbruiken. Ze springen in jullie gat. Ja, ja, ze springen in ons gat. Kijk, ze hebben altijd jaren met ons meegeleefd. We hebben ook mooi samen kunnen werken. Alleen, het kan niet de bedoeling zijn dat het feest kermis niet mag. En dat er vervolgens bij mij is er ook een kermis afgezet. Dus dat punt is heel duidelijk. Maar dan blijft de vraag, wat gaat u nou doen? Want we horen steun, bedrijven die omvallen. Wat is nu uw volgende actiepunt? Nou ja, wat ik heb gedaan, en dat zal ik blijven doen, is het kabinet aanspreken om nou in contact te komen met die burgemeesters en die gemeentes. Want Sanne, wat je terecht zegt, heel veel van die gemeentes, ik snap het soms wel, van, hoe moet ik het allemaal gaan doen? En kan het wel veilig? Een beetje koudwatervrees. Ga dan in gesprek, kabinet, met die kermisondernemers. Ga in gesprek met gemeentes. Wat hebben jullie dan nodig? Heb je expertise nodig? Moet je extra veiligheidscheck doen? Heb je een protocol landelijk nodig? En extra geld? Ja, het seizoen is bijna voorbij. Hè? We lopen tegen het einde van het seizoen. En daar is geen probleem. Oplossing voor. We hebben geen buffer kunnen opbouwen. Nee, en u vertelt net hoe die investeringen die wel gedaan zijn, dus moet er niet extra steun komen financieel gezien? Nou ja, wat je ziet, hè, er wordt nu hard gewerkt. En ik vind het goed dat er komt aan een derde steunpakket. En die tijd is nu veranderd, hè, want jullie gaan de winter in. Ja. Het seizoen is voorbij. En dat zien we bij strandpaviljoens ook. Of evenementen. En dat zijn bedrijven die normaal van Pasen tot de herfstvakantie hun geld verdienen, zodat ze de winter in kunnen om te overleven. Nou, wat we nu tegenaan lopen is dat ze dat niet hebben kunnen doen, die buffer opbouwen. Dus ze komen uit de winter, ze hebben vervolgens een seizoen niks kunnen opbouwen en gaan nu weer een winter in. Ja. En ik vind dat daar moeten we iets voor verzinnen in Den Haag. In een derde steunpakket. Want het is niet alleen maar de kermisexploitanten. Ja, maar het moet specifiek. Wat overwinteren is ja, breed. Ik ben wel van mening dat het een specifiek pakket voor kermisexploitanten moet worden. Ja. We hebben dat van begin af aan aangegeven. We zijn natuurlijk een heel apart, uniek bedrijf. Wij zijn best kapitaalintensief. We hebben jarenlang onze bijdrage aan alle gemeentes gegeven. Hè, onze pachtsommen, terwijl de meeste evenementen geld kosten. Hebben wij daar een bijdrage geleverd aan de gemeentes. Ook op sociaal vlak, hè, want het gaf Ida net al heel erg goed aan. Harddraverijverenigingen die bestaan bij de gratie van het organiseren van een kermis. Schuttersverenigingen, oranjeverenigingen. Die lopen allemaal inkomsten mis. Dat dreigt ook om te vallen. Hè, want het voortbestaan van de kermis wordt bedreigd, maar ook hun voortbestaan. Ja. Kom met iets terug. Nou, de oproep.
Is hartstikke helder, volgens mij. Dank jullie wel. We gaan zo praten met Amerika-deskundige Koen Petersen over Donald Trump. Zijn voorganger deelde de afgelopen nacht al zijn conclusie over de afgelopen 4 jaar. I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. But he never did. En met Peter Gillis, samen met zijn familie, runt hij een aantal vakantieparken in het zuiden van het land. En vanaf morgen is dat allemaal te zien op televisie. Klopt. Geschat vermogen 85 miljoen eurotjes. En hij begon met werkelijk geen rode cent. Hadse flatse. Maar eerst nog wat ander beeld van vandaag. Te beginnen met nog meer kermisbeeld. Want dat mensen in deze coronatijd snakken naar wat vertier blijkt wel uit een bezoekje aan de kermis in Zeewolde. Hoe is het om weer op de kermis te zijn? Heerlijk. Ja, het is beter dan niks doen. Het is wel fijn dat hij er nu eindelijk weer is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als wij de afstand houden, zoals wij nu hebben, moet het kunnen. Hoe is het weer op de kermis? Ja, leuk. Ja. U begint gelijk te stralen. Ja, ik heb in de bosauto's gezeten. Ja. Kleine Jens is helemaal gek op treinen. Toevalligerwijs ligt zijn huis ook nog eens aan een spoorweg. En wat krijgt Jens dan als hij 6 jaar oud wordt? Juist een heuse stoomtrein. Grootste cadeau van mijn verjaardag staat hier naast me. Jens, onze eigenlijk vaste overwegwachter hier in Dieren, die staat altijd klaar als wij hier langskomen met onze stoomtrein. En Jens was vandaag jarig, dus we hebben de lok versierd. En we hebben het even extra speciaal gemaakt voor Jens. Hij is helemaal versierd. Kijk eens, wat staat er voorop? Ja. Jens. Is. Jens. Zes. Interview op straat is een vak apart. Maar als je goed luistert en de juiste vragen stelt, dan kan je elk gesprek een leuke wending laten nemen. En wat voor werk doet u? Ik ben leraar. Ja. Dan heb je vakantie. Ja, precies. Zitten er nu veel mensen thuis die denken, hé, dat is meneer die en die? Dat weet ik niet, maar dat is hun probleem, zou ik zeggen. Maar geeft u les hier in de regio ook? Ja, in Den Haag geef ik les. Oké, wat voor school? Gymnasium Zorgvliet. Die ken ik wel. Ja. Zitten daar de prinsesjes dan ook? Precies. Maar geeft u ze les? Ja, ik geef Amalia les. Ja. Ah, oké. Ja. Hoe bijzonder is dat? Maar ze doet eigenlijk, ze probeert heel gewoon te doen en dat lukt haar eigenlijk wel heel goed. Maar je hoeft niet te zeggen, Amalia, nu die telefoon weg of Amalia, nu eens even... Nou ja, als het moet, dan doe ik het wel, ja. Een kebabzaakhouder moet nog wel eens zijn naam spellen. Maar bij Eunor Anci uit Zomeren Eind ligt dat anders. Sterker nog, hij is het toonbeeld van integratie. Ik heb de taal geleerd, ik heb mijn klompen aan. Dus ik heb mij gewoon compleet aangepast. Meer kan ik het nu doen. Zelfs naam veranderd. Er kwam een collega naar mij toe gelopen en die zei tegen mij van... hoe heet jij? Dus ik heb mijn echte naam gezegd. En toen zei hij van, ja, dit is allemaal veel te moeilijk. Wij noemen jou Kareltje. Ik heb een gezinnetje, huisje, zaak. Ik ben overal tevreden. Als ze droom willen eten, hier in Brabant, moeten ze bij mij komen. Ik ben de beste. Ja. Geen een flauwekul, hè? Nee. Doei. Voor veel mensen zorgde de persconferentie van Rutte voor een extra uitdaging. Want trouwerijen en feestjes thuis kunnen allemaal niet meer doorgaan. Tenzij je de instelling van Mike Verwij hebt. Ik word 50. Je ziet het niet allemaal, maar goed, ik word wel 50. En ja, weet je, dat is een leeftijd die ga ik niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ja, ik had wel een feestje gepland aanstaande zaterdag hier bij mij in huis en in de tuin. En toen kwam Rutte inderdaad met het verhaal. En ik lag keurig met de hond op de bank te kijken naar zijn verhaal. Ik denk, nou, dan gaat alles. Uiteindelijk maar 6 tijdvakken gemaakt, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Die hebben mijn moeder en mijn schoonmoeder en de familie. En dan 's middags wel wat vrienden van de tennis. Kost extra geld, dus ik neem aan dat de cadeaus, de gulle gaven ook wel wat meer zullen bij als het dan normaal liet. Maar dat snapt mijn visite wel. Barack Obama haalde afgelopen nacht tijdens de Democratische Conventie ongewoon hard uit naar de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Zelden was een voormalig president zo fel over zijn opvolger. For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe.
Ja, Koen Petersen, voordat we het gaan hebben over wat hij eigenlijk zegt en of dat waar is, eerst even over wat we hier zien. Ik heb begrepen dat dat heel bijzonder is, hè? Waar zit hem dat vooral nou in? Ja, het is vooral bijzonder dat Obama man en paard noemt. Hij is in het verleden al kritisch geweest over Trump. En presidenten zijn altijd wel wat kritisch over hun opvolgers in campagnetijd. Dat is allemaal niet heel vreemd. Maar dat Obama, die in dat opzicht altijd een wat teruggetrokken houding heeft gehad, nu man en paard noemt, dat is vrij uniek. Of het effect gaat hebben, is de vraag. Want de mensen die hier naar kijken, hebben vaak een mening al bepaald. Dus ik denk niet dat het heel veel invloed zal hebben. Maar toch voor Obama een grote stap. Ja, en hij zegt, hij suggereert dat Trump eigenlijk in zijn verkiezingsperiode niet veel voor elkaar heeft gekregen. Nu heb jij ook een boek geschreven waarin eigenlijk het toch wel, waarin je het tegenovergestelde zegt, namelijk dat hij best wel veel van zijn verkiezingsbeloftes heeft waargemaakt. Dus wat is nou waar? Nou ja, wat in het boek staat is uiteraard waar. Maar wat Obama heeft gezegd is ook in het context van de verkiezingen. En het zou heel raar zijn als Obama zou zeggen, ja, Trump is misschien niet mijn eerste keus, maar hij heeft eigenlijk hele goede dingen gedaan. Dus het valt me mee. Dat zou hij niet snel zeggen. Dus hij heeft gezegd dat, Trump niks voor elkaar heeft gekregen en dat alle 170.000 coronadoden aan Trump liggen. Het is verkiezingstijd en in die context moet je het zien. Het is niet helemaal waar, maar het past in een plaatje van een conventie waarbij de partijlijn tot in den treuren wordt uitgezongen. Ja, en toch ging dit fragment ook van Obama wel weer de hele wereld over en wordt er best wel op aangeslagen ook. Ja, dat klopt. Wat je wel ziet is dat de media onverdeeld negatief zijn over Trump. Dat zie je in Europa en Nederland en dat zie je ook in de Verenigde Staten. Dus dit is wel een beetje Gods woord in een ouderling voor de krantenredacties. Wat je 4 jaar geleden zag in de Verenigde Staten bij de verkiezingen is dat 90% van de Amerikaanse kranten ook steun hebben uitgesproken bij Hillary Clinton. Het heeft Trump niet van de overwinning afgeholpen. Dus de vraag is wel een beetje of mensen zich nog heel erg veel van dit soort dingen aantrekken. Of dat ze denken met social media, gesprekken in de kroeg, ik weet het zelf allemaal beter. En in veel gevallen is dit bevestigd mensen in de keuze die ze hebben gemaakt. Ja. Maar laat zelden de bal van de ene naar de andere kant rollen. Ja. Nu wordt er ook vaak gesuggereerd van president Trump. Ja, dat is toch echt wel een malle man. En het is allemaal heel erg anders dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Maar jij hebt in je boek de vergelijking gemaakt tussen eigenlijk Trump en zijn voorgangers. En kwam erachter dat er toch ook wel heel veel overeenkomsten zijn. Ja. Wat zijn die overeenkomsten samengevat? Nou, eigenlijk wat je ziet is dat Trump allerlei opvallende dingen heeft gedaan, maar die eigenlijk, als je naar de geschiedenis kijkt, eerder zijn gebeurd. Een voorbeeld wat nog als kolderiek werd gezien was zijn plan om Groenland te kopen van Denemarken. Maar dat is al een aantal keren eerder gebeurd. Recentelijk nog in de jaren 50 door Harry Truman, een zeer gerespecteerde president. En Amerika heeft ook een groot grondgebied gekregen door ook een aantal gebieden te kopen van allerlei landen. Alaska hebben ze gekocht. Ze hebben van Frankrijk de Louisiana Purchase gekocht. Ongeveer een strook land, een kwart van de huidige grondgebied van de VS, voor een hele lage prijs. Napoleon wilde er vanaf, die vond het maar gedoe. Dus dat is allemaal niet heel vreemd. Ook de manier waarop hij met de media omgaat is natuurlijk vrij lomp en grof. Maar ook daar is hij niet de eerste president die dat heeft gedaan. Kun je nogal wat voorbeelden noemen die allemaal wel een keer zijn gebeurd, maar waarbij Trump opeens de haren van overeind gaan staan. Ja, we gaan even met jou langs wat parallellen lopen met zijn voorgangers. De media, je noemde het net al, dat is namelijk de grote vijand van Trump. Maar eerdere presidenten hadden er ook wel eens last van een hekel aan de media. I have never heard or seen such outrageous, vicious, distorted reporting in 27 years of public life. What is it about the television coverage of you that has so aroused your anger? Don't get the impression that you arouse my anger. One can only be angry with those he respects. Tomorrow they will say, Donald Trump rants and raves at the press. I'm not ranting and raving. I'm just telling you, you know, you're dishonest people. But, I'm not ranting and raving. Is Nixon inderdaad na Trump de president die zo'n ontzettende hekel had aan de media? Ja, Nixon had ook een enemies list, een vijandenlijst. En journalisten stonden daar bovenaan. Ja. En zo netjes als hij hier was in de persconferentie, zo Trumpiaan, zou ik bijna zeggen, was hij in de Oval Office. Nixon had een tapingsysteem laten aanleggen om zijn memoires-database te kunnen beschrijven. Ja. Dat heeft hem later de das om gedaan met het Watergate-schandaal. Maar die bandjes zijn allemaal vrijgekomen. En hij zegt daar verschrikkelijke dingen over de pers en over andere staatshoofden. Dus hij was wel een van de presidenten die verbaal nogal grof in de mond was. Ja.
En daar is Trump eigenlijk heel goed mee verder gelijk. Ja, ja. We gaan door naar de volgende parallel. Trump is namelijk beroemd om zijn uitspraak Make America Great Again. En ook zijn banden met Rusland. En dat blijkt ook niet zo origineel te zijn. Reagan made a U-turn and forged a strong relationship with Mikhail Gorbachev, the reformist Soviet leader. Mikhail Sergeyevich, dobro utro! The admiration between Putin and Trump is horrific. I don't think it'll last for any length of time because they are both dangerous narcissists, very easily offended and affronted. That we can, and so help us God, we will make America great again. Thank you very much. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Ja, Trump met zijn anti-globalistische beleid, hè, een beetje nationalistisch, patriotisch, protectionistisch misschien ook wel. Is dat nou niet een van de beleidspunten van Trump waarvan je kan zeggen, nou, dat is ook niet zo heel gek? Bijvoorbeeld met de opkomst van China? Nou, het past, beleid van Trump heeft past heel erg in de Amerikaanse traditie. Toen de Amerikaanse Republiek werd gevestigd, werd gezegd van oké, wij gaan voor onszelf zorgen en we wensen andere landen succes, maar we gaan geen permanente allianties aan en we gaan ze ook niet helpen, want we zijn geen politieagent van de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog had Amerika geen keus. Ze moesten wel, want het Russische gevaar was groot. Ja. Maar toen het Russische gevaar was geweken, hebben veel Amerikanen ook wel weer gezegd van ja, maar waarom moeten wij dan weer in Syrië een conflict oplossen en Israël druk bezig zijn? We hebben het al druk genoeg met onszelf. En Trump stapt eigenlijk weer terug in een oude traditie die kort onderbroken is geweest door een periode dat Amerika, zoals ze het zelf noemde, een reluctant world power was. Ja, nou combineert, want dat is eigenlijk wat je zegt, Trump allerlei kwaaltjes van eerdere presidenten. Ja. Hij bundelt dat in één persoon van nou ja, gedoe met vrouwen tot verdachte allianties met Rusland bijvoorbeeld. Waarom komt hij daar nou mee weg? Ja, omdat Amerikaanse kiezers dat blijkbaar niet erg vinden. Wat je ziet is dat Amerika toen Trump president kon worden toch nog heel veel onvrede kende. En de journalist heeft ook een keer gezegd, een tevreden land had Trump nooit als president gekozen. Nee. En wat je in Amerika vooral ziet is dat een helft van het land heeft het goed en de helft van het land raakt achter. Die wonen in gebieden waar armoede heerst, weinig werkgelegenheid. Er komen geen goede onderwijzers, dus kinderen krijgen geen hoge scores. Die kunnen niet zich goed ontwikkelen. Dan zie je echt een hele fundamentele tweedeling ontstaan, waardoor de sociale mobiliteit is aan het verdwijnen. En vooral die groep die zich achtergesteld voelt en denkt, ik kan gewoon nooit meer aanklampen bij die Amerikaanse droom, die hebben massaal op Trump gestemd samen met de traditionele Republikeinse achterban. En dat verklaart ook die verschuiving van Democraten naar Trump in 2016. Omdat die mensen normaal gesproken op een Democraat stemden. Maar nu dachten, ja, Hillary Clinton is zo establishment. Daar gaat niets mee veranderen. Dus waarom zou ik niet een keer met Trump proberen? En dat is de achtergrond geweest waarom hij er veel mee wegkomt. Omdat hij uiteindelijk ook voor de Amerikanen, zeker die op hem gestemd hebben, veel heeft gebracht. Ja. En als je dan een voorspelling moet doen, wat gaat het nou zijn dan? Want november zijn natuurlijk weer die verkiezingen. Joe Biden is natuurlijk zijn tegenstander voor de Democraten. Kamala Harris die heeft zich officieel vicepresident van Joe Biden aangekondigd vandaag. Wat gaat het worden, denk je? Ja, het is lastig te voorspellen. Als je nu naar de peilingen kijkt, staat Biden er goed voor. Je ziet wel weer dat Trump en Biden naar elkaar toegroeien. Maar wat vooral interessant is wat de zwevende kiezers gaan doen. 13% van de kiezers heeft nog niet bepaald wat ze gaan doen. Maar neigen naar Trump, grotendeels. En dan kan het zijn met een goede conventie volgende week dat Trump toch weer dezelfde truc uithaalt als 4 jaar geleden. Hoewel nu nog maar weinig mensen daar hun geld op durven te zetten. We gaan het afwachten. En in de tussentijd hebben we het er vast nog 1 of 2 keer over. Misschien, heel misschien. Ja, het is een soort real-life soap eigenlijk, hè? En dat gaat met Amerika. Nou, het hele land is een real-life soap. Zelfs na zijn aftreden neem ik aan dat we nog heel veel van hem zullen horen. Ja, heel mooi boek. Dat is alleen maar van mezelf. Ja. En, hebben we het voordeel. En die ligt morgen in de winkel. En jij was al bezig met een hele goede brug. Ik was bezig met een bruggetje naar een echte, een echte real-life soap. Want morgen begint de nieuwe reality-serie Familie Gillis. Massa is kassa. 6 afleveringen lang volg je het rijlen en zeilen van de familie, eigenaar van een heus vakantieparken-imperium. Die gestroomlijnde bolide is van de iets minder gestroomlijnde Peter Gillis. Directeur, eigenaar, enig eigenaar, Oostappengroep, vakantieparken. En tegenwoordig heeft hij ook nog hulp. Kom eens een beetje stout. Geen idee wat hij daarmee bedoelt, maar die behulpzame meid is wel 30 jaar jonger. Ook Peters 3 kinderen werken in de zaak. En met alle liefde en geduld van de wereld
leert hij zijn vak. En die ouwe bedoelt het niet slecht. Uit het zo en ik zit zo in elkaar. Nou, en de familie Gisselen zit hier aan tafel. Jongens, jongens, het is toch wat? Een heuse real-life soap, Peter. Ja, ja. We waren gevraagd door Concept Street en Talpa. En in eerste instantie hadden we gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Hè, want we hebben het eigenlijk al druk zat met onze vakantieparken. Nou, ze bleven maar bellen. Roy Aaldrink, die bleef echt aanhouden. Tot op een gegeven moment hebben we toch als familie gezegd, nou, weet je wat, we gaan het toch eens doen. Laat echt familiebedrijf, zoals wij in elkaar zitten, keihard werken. Laat dan Nederland maar eens kijken, hè, wat ooit heel makkelijk denkt. Hè. Peter rijdt een grote auto of dit, maar het is altijd werken en sjouwen. Laat dan heel Nederland maar eens kijken, jongens. Hè. Hoe zit nou een familiebedrijf in elkaar? Ja. En gewoon plat. En het wordt een beetje gepresenteerd als het moet een beetje het grote succes na de Meilandjes worden. Hè? Het vorige reality soap. Ik denk dat de omroep waar dit wordt uitgezonden, dat ze dat hopen. Nu hebben zij natuurlijk dat wijnen, wijnen, wijnen. Hè? Wat is nou jullie slogan? Ik geloof kassa is massa, hebben we gezien? Ja. Ja. En dat moet nou straks iedereen in Nederland gaan zeggen? Ja, ik gok er wel op. Nu als we langskomen bij mensen op de camping, dan roepen ze al. Dus ik gok wel dat lang gaat blijven hangen bij iedereen. In ieder geval die ons kent. En ik hoop bij de rest van Nederland ook. Ja, want we leren jullie gezin natuurlijk een beetje kennen. En ook hoe jullie elkaar hebben ontmoet. En dat moet je toch even vertellen. Want ik was er toch wel een beetje van dat ik dacht, nou, jij werkte op het vakantiepark. En toen was het zo in de zin van, nou, is een lekker wijfie, zullen we een keertje koffie drinken? Zo is het gegaan ongeveer. Is dit een samenvatting? Zoiets, leg het eens uit, Nicole. Ja. Nee, ik werkte op het hoofdkantoor. En ik was even buiten pauze aan het houden. En Peter kwam toevallig aanrijden. En we raakten in gesprek. En toen ging Peter naar binnen. En toen zei hij, ja, je bent echt een lekker wijfie. Zullen we wel eens een keer koffie drinken? Ik zei, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. En ik stapte in mijn auto en ik reed naar huis. En ik was al 40 keer gebeld voordat ik thuis was. Zo. Dus de aanhouder wint. Hij liet me groeien. En toen zijn we koffie gaan drinken en zo hebben we elkaar leren kennen. En nou, zo zit je dus ineens in een reality soap over het reilen en zeilen van de familie. Mark, jij beheert ook een park in België. Voordat we gaan bespreken hoe dat gaat, even wat beelden daarvan. En vooral de samenwerking met je vader. Ja, dat werkt zo door die man. Ik krijg er helemaal de kriebels van. Ik moet over 3 dagen gewoon klaar zijn en open. Ik weet niet wie je de boel aanstuurt, hè, maar dat zou ik zo nooit doen. Ik zou het echt niet weten. Wie kijkt er hier naar dan? Niemand? Het is mij niet. Ik heb het niet gezien. Ik dacht dat het water er al in zat, tegen zee. Ja. Er hebben ze nietjes ingeslagen, spijkertjes. En dan krijg je het met chloor en dan is dat binnen een jaar aan het roesten. En dat is allemaal werk van Jan Lul. Plat gezegd. En wat is dit? Opvulmateriaal. Waarvoor? Ik zou het niet weten. Oh, jammer. En dit even kolokantjes toch rood? Dat was al rood, hè? Ja, maar nu heeft het opnieuw geschilderd, toch? Ja, ja. Nou, ik denk dat dit niet opnieuw geschilderd is. Nee. Maar ik weet het ook niet zeker. Er staan hier lijnen. Lijkt wel een Franse snelweg. Kende. Ado. Succes ermee. Goed. Gelukkig hoeft het pas over 3 dagen klaar te zijn. Ja, Mark, hoe gaat de samenwerking? De samenwerking met ons gaat gewoon eigenlijk kei plat. Dus we gaan lekker met elkaar om. Maar we kunnen ook wel zo gewoon flink tegen elkaar ingaan. En daar gaat zo bij ons in het familiebedrijf. Ja. En hoe is het voor jou om hem terug te zien? De eerste keer dat ik het terug zag, was het natuurlijk wel even wennen. Want ja, het is even natuurlijk wennen en links en rechts. Maar we zijn zo gewend aan elkaar. Het is gewoon, voor mij is het gewoon dagelijks kost. Dus. Ja, maar waar straks wel iedereen van kan meegenieten in heel Nederland. Hè? Zijn jullie daar een beetje klaar voor? Ja, we zijn er echt klaar voor. We hebben natuurlijk al heel veel dagen gefilmd. Ik denk bij elkaar 50, 60 dagen. Alles laten zien. Dat we in bad zitten, discussies met mijn zoon. De hondjes naar de kapper, de nagelstudio, allerlei dingen. Jongen, ik hoop dat heel Nederland gaat kijken, dat ze gewoon kunnen zien hoe het gaat. Ik wil even iets corrigeren. Mark is natuurlijk niet een beheerder van een park. Mark, leg eens uit wat je precies doet. Hey, ik ben deels operationeel manager. Duidelijk wie de paterfamilias is hier, meneer Gilles. Nee, van een aantal parken. Dus, ik doe dat samen met een collega en met Ruud, mijn broer. En zo zie je dus hoe iedereen zijn eigen rol heeft. En dat is natuurlijk heel leuk, al die dingen die we zien. We zien geloof ik ook nog hoe je op dieet gaat en hoe dat verloopt. Maar met al die schijnwerpers is er natuurlijk ook een keerzijde. Er verscheen nog een artikel in Quote, zeer kritisch artikel over de wandel en handel binnen het bedrijf. Schrik je daar dan van?
Nee, daar schrik ik niet van. Dat is ook denk ik een journalist. En die heeft vrijheid van schrijven en mening. Je zit daar denk ik ook niet. Ik heb, nee, met Sander, die ken ik wel. Hè, want ik was wel mooi dat hij zegt, hey, vakantieparkenkoning, dank je wel. Maar ja, kijk, hoge bomen vangen veel wind. En ja. Die man die schrijft allerlei dingen. En als ze nou waar zijn of niet waar. Als ik al een stukje lees en ik lees, ja, mensen willen anoniem blijven. Dan heb ik al zoiets van, jongens, dat kan iedereen schrijven. En ja. Ik heb hem ook aan de telefoon gehad. Niet alles is natuurlijk anoniem. Er zijn, het is algemeen bekend dat er wat rechtszaken lopen waar je in verwikkeld bent. Hè. De Fiat is bij jullie langs geweest. Ja. Er zijn natuurlijk wel wat dingen. En dan vraag ik me af, laat je dat ook zien in die serie? Ja, ik denk dat wij heel veel dingen laten zien in de serie. Maar ik zou zeggen, ga ze allemaal bekijken. Geheimen hebben wij niet. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Krijgen jullie dan ook nog van SBS6 betaald als jullie dit doen? Of betalen jullie SBS6? Nee, we alles per deel. Zo zitten wij als familie wel in elkaar. Ja. Goede doelen, dat met alle plezier. Maar waarom doe je hier mee? Want ik ken natuurlijk best wel wat rijke mensen via mijn werk. En ja, die zitten hier niet echt op te wachten. Wat is voor jullie de reden om hier aan mee te doen? We hebben wij besloten om te doen. Namelijk ook mensen die ooit negatief zijn. Jongens, laat nou maar zien hoe nou een familiebedrijf werkt. Laat ze maar eens een keer achter de schermen meekijken. Ja. Dan gaat het niet altijd even makkelijk dag in, dag uit. Dus laat dat allemaal maar eens kijken. Dan ziet ook heel Nederland, of nog verder buiten Nederland, wat je er allemaal voor moet doen. En dan krijg je het allemaal niet voor niks. En rechtszaken, ja, ooit ontkom je er niet aan. Ja, want er zijn behoorlijk wat mensen op uw parken die klagen over de vervallen staat van die parken. Die zeggen dat u de huur verhoogt zonder daar een goede reden voor te hebben. Dan lijkt het me een beetje ingewikkeld als u zo uw rijkdom toont op televisie. Maar de huurders eigenlijk zeggen dat de boel aan het vervallen is. Ja, maar ik heb zoveel tevreden klanten. Die parken zitten ook allemaal hartstikke vol. Ja. En ik weet waar je op doelt. Het gaat natuurlijk over Parelstrand. Daar zitten asielzoekers. Ja, het is een Belgisch park. Ja, dat is een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn ook keuzes die je maakt. Maar het zijn wel degenen die ook hard klagen met de vervallen dingen. Huurachterstanden. En dan zeggen ze, ja, hey, Gilles, sluit de nuts af. Maar ja, als mensen de nuts niet betalen en we gaan in gesprek, en dan krijgen ze een herinnering, dan betalen ze nog niet. Ja, hetzelfde als jij thuis woont en je betaalt de nuts niet. Dan gaat ook de aardlek om. Maar gaan we dat ook zien? Nou, er zit een stuk in de serie, dus iedereen gaat kijken. En geheimen heb ik niet. En ik loop er ook niet voor weg. En dan vind ik een heel mooi stuk in de quote. Die zegt, ja, Gilles durft er zelf niet te komen. Nou, ik kom er regelmatig, onze markt komt er regelmatig. Bedreigd ben ik niet. Maar je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, u maakt zich geen zorgen. Nee. Nee, nee, nee. Waar kijken jullie zelf eigenlijk het meeste naar uit? Naar, zeg maar, als mensen dit gaan zien? Want ook ingewikkelde, lastige vragen zullen natuurlijk ook misschien komen. Nicole? Ja, klopt. Ik denk dat ik het meest uitkijk dat mensen dus echt zien dat het allemaal niet aankomt waaien. Wat ze dus wel denken. Denken ze dat, ja? Ja, veel mensen wel. Als ze ons zien lopen of ze zien ons rijden, we hebben natuurlijk een grotere auto dan ja, gewoon door Rolls Royce. Ja, Rolls Royce. Maar denk je dat het beeld beter wordt als je meedoet aan zo'n programma en dan juist alleen maar die auto's en zo laat zien? Denk je dat mensen dan denken, nou, alleen wat we laten zien. Nee. En daarom moet je ook echt gaan kijken. Ik ga natuurlijk zeker kijken. Het wordt gewoon duidelijk gemaakt dat het niet allemaal alleen maar aankomt waaien, gewoon zo van het zitten. Je moet er wel echt voor hard voor werken. En wij werken als familie dag en nacht. Ja. En dat willen we gewoon graag laten zien. En dat wordt volgens mij ook duidelijk uit de eerste aflevering. Wat is nou het ingewikkeldste van zo'n vakantiepark, Mark? Ik denk dat grotendeel alles wel ingewikkeld is. Ja, het gaat echt van aankomst en het schoonmaken en het onderhoud. En dan gaat het hele jaar door. Hè. In de zomer heb je natuurlijk druk mensen die komen en die gaan. Hè. En in de winter natuurlijk met heel het park onderhouden. Dus ja, bij ons echt hollen en stilstaan. En de opvolging binnen familiebedrijven, dat is ook een opvolging. Ja. we zijn natuurlijk met z'n drieën en we hebben eigenlijk altijd gewoon goede afspraken gemaakt samen. Luister, een keer gaat het. Maar jij zit hier, die anderen niet. Ja, dat klopt. Ja, dat is jij. We hebben geloot, hè? Oh. Ah, dat was ja. Nou, het wel en wee van jullie hele familie en hoe het allemaal gaat is vanaf morgenavond 9:30. Dan is de eerste aflevering van Familie Gilles. Massa is kassa, te zien bij SBS6. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Nadia en Pieter. Dank jullie wel allemaal en u lekker slapen, tot morgen.